Houd deze routine minstens 25 dagen vol en gooi je leven om. Soms voelen we onszelf zowel lichamelijk als mentaal gewoon helemaal uitgeput. Dit zijn de momenten waarop je even alles moet laten vallen en iets compleet anders moet uitproberen. Dit zijn momenten die aangeven dat het tijd is voor iets nieuws. Gooi je leven om. Vaak zijn we bang voor nieuwe dingen en verandering, maar toch hebben we hier soms behoefte aan, ook al is het in eerste instantie moeilijk. Het is per slot van rekening uitermate belangrijk om rust te vinden en gelukkig te zijn met jezelf. Er wordt veel te veel druk op ons gelegd en sommige mensen zijn veel te streng voor zichzelf. Dit is vermoeiend, stressvol en berooft je van de tijd die je nodig hebt om na te denken over wat werkelijk belangrijk is in het leven, in jouw leven. Lees ook, sta jezelf toe gelukkig te zijn. Het is tijd om een stap terug te doen en je realiteit te veranderen. Gooi je leven om. Gooi je leven om en begin weer aan jezelf te denken. Neem wat tijd voor jezelf. Denk even na over je eigen behoeften, over wat jou gelukkig maakt en de dingen die je wilt leren, maar tot toen nu voor je uit hebt blijven schuiven. Er zijn genoeg manieren waarop je dit kunt doen. Maak een uurtje per dag tijd vrij om iets te doen waar je oprecht van geniet, zonder je hier schuldig over te voelen of te denken dat je dit niet verdient. Leef in het moment en laat de toekomst zich zorgen maken over zichzelf. Denk alleen nog aan vandaag, aan alles wat je op dit moment hebt, en wees hier dankbaar voor. Probeer eens wat aardiger voor jezelf te zijn en stel een aantal doelen die je wilt bereiken. Dit is gezond. Twijfel niet aan jezelf en probeer jezelf ook niet meer onder druk te zetten dan je aan kunt. Leer te genieten van de kleine dingen in het leven, een wandeling in de frisse buitenlucht, het lezen van een boek, het nemen van een bad en haal gewoon diep adem en ontspan. Denk alleen nog maar aan de positieve dingen en probeer giftige, negatieve mensen zoveel mogelijk te vermijden. Het enige wat deze mensen voor jou doen, is jou beroven van je energie. Ze plaatsen obstakels op je weg en zorgen ervoor dat je niet gelukkig kunt worden. Wanneer je merkt dat je leven ten goede begint te veranderen, zul je je levendiger, gelukkiger, energieker en doelbewuster voelen. Hierdoor zal je ware zelf de kans krijgen om naar voren te komen. Lees ook. 3 zinnen om weer van jezelf te houden in maar 3 minuten. Doe aan lichaamsbeweging om je levenskwaliteit te verbeteren. Het is heel goed voor je om lichaamsbeweging op te nemen in je dagelijkse routine. Even een uurtje gaan wandelen is een geweldige manier om aan beweging te komen. Bovendien zal niet alleen je lichaam, maar ook je geest hiervan profiteren. Lichaamsbeweging biedt onder andere de volgende voordelen. Versterkt je cardiovasculaire systeem. Verbetert de bloedsomloop en maakt je spieren en botten sterker. Versnelt je stofwisseling en helpt je om meer vet te verbranden. Zorgt ervoor dat je beter kunt slapen en dieper kunt uitrusten. Verbetert je zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat je zelfverzekerder wordt. Verbetert je doorzettingsvermogen wanneer je ziet dat je resultaten begint te boeken. Verlaagt je stress- en angstlevel. Verbetert je algehele gemoedstoestand en brengt je energie in balans.
Lees ook 7 psychologische voordelen van lichaamsbeweging. Beoefen ontspanning en meditatie en verander je leven compleet. Lichaamsbeweging is van fundamenteel belang om je leven te veranderen, maar meditatie zal ervoor zorgen dat je werkelijk ontwaakt. Meditatie is een reis die jou helpt tot het diepste van jezelf te komen en te achterhalen wat je ware verlangens zijn. Wanneer je in contact staat met je innerlijke zelf, zal dit ervoor zorgen dat je in staat bent om het juiste pad te kiezen en de nodige veranderingen te maken. Je kunt op het internet allerlei begeleide meditaties vinden die je zullen helpen om je geest tot rust te brengen en stress los te laten. Tips om meditatie te beoefenen. Spoor jezelf aan om een trainingsschema en een meditatieschema in je routine te verwerken. Zorg ervoor dat je jezelf vervolgens iedere dag aan dit schema houdt, minstens 25 dagen lang, en je zal vanzelf merken dat dit positieve veranderingen in je lichaam en geest zal bewerkstelligen. Voor beginners zouden de sessies tussen de 10 à 15 minuutjes moeten duren. Je kunt mediteren met behulp van aangename muziek, waarbij gebruik wordt gemaakt van instrumenten als de harp of piano, in combinatie met natuurgeluiden zoals regen, vuur en de oceaan. Er bestaan echter ook begeleide meditaties waarbij geen muziek wordt gebruikt, maar in plaats daarvan juist dierlijke geluiden, zoals het gezang van vogeltjes of andere dieren, waardoor het lijkt alsof je je in een bos bevindt. Zoek een comfortabele, knusse plek waar je niet gestoord zult worden. Je kunt zowel zittend als liggend mediteren. Om te voorkomen dat je gestoord wordt, kun je het beste je telefoon even uitzetten. Ook kun je gebruik maken van wierook om een kalmerende sfeer te creëren. Onthoud dat dit een heilige tijd voor je zou moeten zijn. En het is verstandig om iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip te mediteren. Lees ook, 2 minuten mediteren voor een betere gezondheid. Beoefen meditatie om je leven te veranderen. Meditatie kan en zal je leven volledig veranderen. In het begin kan het misschien lastig zijn om eraan gewend te raken. Aangezien je het gevoel zult hebben alsof je hier geen tijd voor hebt, zal het lijken alsof er niet veel verandert. Wanneer je het jezelf echter aanleert om het consistent en vastberaden te doen, zul je er uiteindelijk nooit meer mee willen stoppen. Het lichamelijk welzijn en de rust die je in je geest zult ervaren, zullen ervoor zorgen dat je had gewild dat je er veel eerder mee was begonnen. Begin daarom vandaag nog en gooi je leven om.